What's up gasten, Skill of VVZ hier met vandaag de volgende superster. En dit keer is het niemand minder dan de Juventud, de held van het moment, Alvaro Morata. Maar eerst, wil je FIFA Ultimate Team coins kopen? Ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service. Gebruik uiteraard de code VVZ bij betalen en krijg je 5% korting. Alvaro Morata, momenteel heeft hij een in-form in FIFA Ultimate Team zitten. Daarnaast een non-rare gouden kaartje en was hij één van de belangrijkste Juventus-spelers tegen Borussia Dortmund met een doelpunt en een assist. We kijken naar zijn huidige kaartje, zien we dat hij 77 rated is met 78 snelheid, 74 dribbelen, 75 schieten, 29 defending, 53 passing en 67 physical. En dat is toch wel een redelijk kaartje voor Alvaro Morata. Tenminste, als je bedenkt dat hij niet zo lang nog bij Juventus speelt en eigenlijk bij Real Madrid Castilla de meeste tijd heeft gespeeld en daarna naar Real Madrid is gegaan, daar niet echt aan zijn trekken is gekomen en toen dus naar Juventus is gegaan waar hij wel veel speelt. Kijk naar zijn spelersprofiel en dan zien we dat hij 18 miljoen euro waard is momenteel. En dat is 3 miljoen meer dan de vorige superster die we hebben gedaan. En ja, dat is uiteraard Dybala geweest, ook uit de Serie A. Kijk naar zijn leeftijd, 22 jaar, even oud als Dybala was. En hij is ietsjes ouder nog omdat hij op 23 oktober 1993 is geboren. Daarnaast is Alvaro Morata 1,87 meter en is zijn favoriete been zijn rechterbeen. Daarnaast heeft hij ook nog eens 3 sterren zwakke been in FIFA en helaas maar 2 sterren skill moves, wat ik toch wel een beetje overdreven weinig vind. Want Morata kan echt wel wat meer dan 2 sterren skill moves. Ik verdient dat hij sowieso 3, misschien zelfs wel 4 sterren skill moves verdient. Kijk nog even verder naar zijn player data en dan zien we namelijk dat hij een contract bij Juventus heeft tot eind 2019. En dat is toch nog bij zo'n periode te gaan. Alvaro Morata heeft momenteel 28 games voor Juve achter de rug en erin 9 keer gescoord en 5 assists gegeven. De meeste games kwam hij erin als invaller tot nu toe nog. Wat opmerkelijk is, is dat hij in 2 keer zoveel wedstrijden voor Real Madrid precies hetzelfde heeft gepresteerd. Hij heeft 9 keer gescoord voor Real Madrid in iets meer dan 56 games en daarin 6 assists gegeven. Ja, dat is toch wel verrassend om dan te zien dat hij bij Juventus gewoon 2 keer zo goed presteert als dat hij bij Real deed. En dat is toch ook wel te zien in de statistiek uiteindelijk. Voor internationale statistieken gaat hij heel goed, want voor Spanje heeft hij 36 games gespeeld en 23 keer gescoord. Dat is heel veel. Daarnaast heeft hij ook nog eens 7 assists geleverd. Het meeste heeft hij gescoord voor Spanje onder de 21. In 13 games staat hij daar op 13 goals. Dat is heel netjes. Hij speelt momenteel voor het huidige Spanje al 2 games en heeft hij nog niet ingescoord. Wel een assist gegeven, maar helaas dus nog niet gescoord. Kijk naar Alvaro Morata in de toekomst en dan denk ik dat hij 84 rated kan worden. Dan zul je misschien denken, Rick, ben je high of zo? Zo hoog? Nee, Morata is echt een groot talent. En ik weet zeker dat hij een hele goede toekomst tegemoet gaat komen. Daarnaast kan hij ook nog eens als linksbuiten en rechtsbuiten spelen. En Morata is toch wel echt een afmaker van klasse. En dat laat hij ook wel zien. Hij krijgt van mij in totaal 83 snelheid, 84 dribbelen, 83 schieten erbij ook nog eens. 35 defending, 62 passing en 79 physical. En dan zou je je afvragen, hey, er is maar één stat 84 of hoger. Hoe kan het dan dat hij wel 84 krijgt? Nou, dat heeft de EA dus ook gefixt met meestal in-game stats en zo. Kijk bijvoorbeeld naar Negredo, die is 83 rated. En die heeft helemaal niet zoveel stats als op zijn kaartje staan die op de 84 of 83 uitkomen. Het komt alleen op zijn in-game stats aan dan ook hier. En Morata, die is heel goed in het afmaken. En ook nog eens goed in de passing op zich. En nou krijgt hij 62 passing van mij. Maar ja, ook met schieten en afstandsschoten en schotkracht is Morata gewoon sterk en goed. En daardoor krijgt hij dus in totaal van mij 84 rating. Goed, dit is Morata. We kijken nog even naar de vergelijkbare spelers. Dan zien we dat Mauro Icardi van Inter er bijvoorbeeld op staat. En ook Alcacer van Valencia staat erop. Alexander Lacazette, die we nog niet hebben gehad volgens mij, van Olympique Lyon. En Mattia Destro staat er van AC Milan bijvoorbeeld ook op. En ook Harry Kane en Dybala, die we allebei al hebben gehad. Die staan er ook nog op als vergelijkbare spelers in ongeveer dezelfde leeftijd en ongeveer dezelfde marktwaarde. Goed, dit is Alvaro Morata. Laat mij weten wat jij van hem weet. En ook laat mij weten welke spelers je de volgende keer wil zien. Dan is mijn naam Skillman VVZ. Dank je voor het kijken, liken, het abonneren en delen. Zie ik je graag volgende keer terug bij een nieuwe volgende superster. Later!